Maak een erg seksueel compliment. You have nice tits. I like your tits. Je hebt een goede red. Daar wil ik wel... Nee. Funky muts. How do you like this funky muts? That's a very funky muts, Nathan. Thanks. I really like this muts. It's very nicey. How do you like this muts? To celebrate. Vrouwen, meisjes, eierstokken, brede heupen, een grote of een kleine kont, twee borsten, meestal, ogen. Wij hebben ook ogen, maar meisjes hebben speciale ogen. Het is een veelgestelde vraag, ik weet het. Door mijn seksverhalen-serie, het is een veelgestelde vraag. Hey Sid, hoe versier je nu de girls? Hoe fix je een gal? Er zijn veel opties, er zijn veel video's over op YouTube. Er zijn veel meisjes die uitleggen hoe je een versiert. Beetje raar, maar... Het staat allemaal op YouTube, maar ik weet het, niks van die video's is goed. Niemand pompt de goede content. Niemand legt goed uit hoe je echt een gal fixt. Hoe fix je nu... een echte zus. Ik had nooit gedacht dat ik het woord echte zus ging gebruiken, maar hoe fix je een echte zus? Tijd dat ik jullie help om de puzzel te solven. Eerst wat ik kan zeggen is, elk meisje is gewoon een volledig ander kruiswoordraadsel in een andere taal die je niet snapt. Dat moet je onthouden. Elk meisje, volledig anders. Het is niet omdat je één keer een wifi hebt gefixt, dat je met exact dezelfde methode naar iemand anders kan gaan en zeggen van, oké, ik ga er ook zo naar. Wow. Is elke keer iets anders. En dat maakt het zo moeilijk. Dat maakt het zo moeilijk om het uit te leggen. Ik weet het antwoord op een vraag die je niet kan beantwoorden. Daarvoor verdien ik een prijs. Een Vita Award die ik niet gewonnen heb. Ik weet het, ik ben niet gewonnen voor beste vlogger. Hey Sid, waar ben jij? Waarom sta je hier niet bij? Ik was niet op Viet. Ik was wel in Nederland. Het was de bedoeling dat ik hier ook bij stond. Ik lag... te slapen. En ik werd wakker om 6 uur in Rotterdam en ik dacht, hey, Viet is bijna gedaan. Ik ben niet gewonnen. Toch gefeliciteerd aan de familievloggers, de Belingas. Gefeliciteerd met jullie prijs. Hey, Belingas. Woe! Hoe fix je een meisje? Stap 1. De love tester. Ben ik dit? Dit is de eerste stap. Voor je begint met iets te doen, voor je 1 actie onderneemt, test die shit. Want dit is het meest betrouwbare ding ooit. Heb ik ook gedaan. Je test altijd of het... deze site werkt niet, maar dus test het altijd eerst op de love tester. Als je meer dan 0% hebt, dan is het goed. Maar de mijne, het werkt niet zo goed, oké. Stap 2. Kijk een filmpje op YouTube van een meisje die uitlacht hoe je weet of... hoe je kunt zien of een meisje je leuk vindt. 888.000 views. Hey jongens, Kim hier, de Nederlandse vrouwelijke dating expert voor mannen. Ik wil deze video met jullie delen omdat ik veel uitga en in het uitgaansleven vaak jongens ontmoet die er eigenlijk helemaal niets van snappen. Oké. Een meisje fixen op een feestje. Kijk, ik vind niet echt dat er daar potentieel in zit. Het kan, maar het gaat waarschijnlijk niet langer duren dan 1 nacht of 1 week. Dus feestjes... No. Ja, deze video gaat waarschijnlijk gaan over hoe iemand fixt op een feestje. Klik bij! Hier mijn tips voor mannen over hoe ze nu kunnen zien of een meisje hun leuk vindt of niet. Eigenlijk is deze vraag moeilijk te beantwoorden. Want ieder meisje reageert anders op een jongen precies. Die ze leuk vindt. Nu precies. Ik best dat ik een jongen leuk vind, word ik wat egoïstischer en maak ik een muur om me heen. Ik gedraag me iets meer bitchy en dat doe ik om te kijken... Ze gedraagt haar dus bitchy. Dit is een bitchy type meisje. Kijk, neem een blad, schrijf even iets op. Als je een meisje probeert te fixen, je hebt 2 opties. Chloroform en rohypnol. Ik weet niet of deze tips in deze video zitten, maar ik denk het wel. Veel jongens bedenken er veel vergaande theorieën bij over wat meisjes doen. Ze noemen dit tekens van interesse. Meisjes tonen inderdaad wel interesse als ze geïnteresseerd zijn naar je. Snap je? Als je praat met een meisje die jou echt niet leuk vindt, dan... ja, dat is het fuck. Dan heb je geen reactie. Snap je? Dan is het alsof je aan het praten bent tegen een muur die alleen kan antwoorden met ja en nee. Hoe fix je deze dingen? En zorg dat je lekker ruikt. Zorg dat je niet ruikt naar frikandelworst. De meisjes zijn heel gehecht aan geur. Wij minder. Bij ons boeit het ook veel. Het is leuk als een meisje lekker ruikt, maar...
Bij vrouwen is het belangrijk. Zorg dat je een goede perfume hebt. Je kan altijd vrouwenparfum dragen als jongen. Want meisjes vinden dat vrouwenparfum ook fucking lekker ruikt. Dus je kan altijd gewoon parfum nemen van je mama en dan... Pew, pew. Classic werkt altijd. Zouden meisjes bijvoorbeeld aan hun haar gaan zitten? Omlaag kijken, omhoog kijken of zelfs hun lippen nat maken? Mm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nogal ver gezocht vind. Mm. In een pornofilm werkt dit misschien zo. Ah. In een pornofilm werkt het dus wel. Even een tip voor meisjes. Kijk, als je geïnteresseerd bent in een jongen, je bent aan het praten met hem en je doet opeens gewoon dit. Dan speel je de bal gewoon makkelijk binnen. Dan weet die jongen ook van... Hmm. De opties rohypnol en chloroform blijven nog altijd een optie. Voor als het echt niet lukt. Niet alle vrouwen zijn zo simpel. Dus hier zijn een paar dingen die vrouwen onbewust wel doen als ze een jongen leuk vinden. Telkens als je met iemand anders aan het praten bent en ze is in de buurt, dan is dat een teken. Ach, deze vrouwen zijn veel te moeilijk. Ik snap er niks van. Kijk, het is allemaal niet zo moeilijk als dit meisje het uitlegt. Want zij legt het in een veel te kutte manier uit. Laat me het even duidelijk maken. Heel veel mensen zien een relatie als een spelletje. Dat is het ook, maar dat is het niet. Het gaat niet om wie de beste move maakt of wie de mooiste impressie maakt. Snap je? Als er een klik is, dan is er een klik. Ook al gaat het nu over een meisje die je waarschijnlijk maar één nacht gaat zien. Of over een meisje die je tegenkomt waarvoor dat je de rest van je leven gaat samenblijven. Als je elkaar ziet, die eerste oogcontact dingen, dan moet er zoiets zijn. Snap je? Er moet zo'n zijn. En als die... er niet is, dan gaat die er nooit zijn. Liefde is geen spel. Het is niet dat je zo moet sturen naar iemand als je niet wil sturen. En als er iemand bericht stuurt naar je, dat je denkt van... hey, ik ga dat bericht niet openen om een beetje te tonen dat ik niet geïnteresseerd ben. Kijk, hard to get is echt 2012. Die shit. Iedereen doet het nog. Als je geïnteresseerd bent in iemand, toon dan dat je geïnteresseerd bent. Doe niet alsof je niet geïnteresseerd bent, want... Dat werkt echt niet meer. Wel leuker om gewoon oprecht te zijn. Als je wil sturen naar iemand, stuur dat gewoon. Als er iemand een bericht stuurt naar je en je vindt die persoon leuk en je wil dat bericht openen, maar je doet het niet. Wat de fuck doe je dan? Open dat bericht gewoon en dan ben je blij. Tenzij dat een heel kut bericht is, dan open je het beter niet. Of je zet je wifi uit en dan lees je het bericht wel en dan blijft het ongelezen. Deze tips weer. Woe! Een meisje vindt het leuk als je zo een jongen bent die niet geïnteresseerd is. Sowieso. Maar ik denk dat de meeste meisjes het veel leuker vinden als je een jongen bent die wel geïnteresseerd is en die wel leuk is en die wel grappig is. Waarvan alles waar bestaat, als het nu gaat om uiterlijk, lekker ruiken, goed kunnen praten. Het belangrijkste, en dat is gewoon zo, 100.000 is grappig zijn. Als je leuk bent, als je iets hebt van humor waarover een meisje kan lachen, dat is de key. Dat is het onbeantwoorden. Je moet gewoon leuk zijn. En het moet er een beetje spontaan uitkomen. Ik bedoel niet dat je maar zo'n moppenboekje, zo'n moppen moet voorlezen. Kijk, we hebben het niet over grapjes maken alleen. We hebben het gewoon over leuk en aangenaam zijn en open. Dat een meisje niet bang is om te praten tegen je. Dat je gewoon comfortabel is. Snap je? Zoals een stoel waar je gemakkelijk in kan zitten. Als je niet comfortabel in een stoel kan zitten, is het geen nice stoel. Misschien ziet die stoel er wel nice uit, maar waarom zou je erin zitten als hij niet comfortabel is? Snap je? Want als je niet comfortabel in je stoel zit, dan wil je weg uit je stoel en dan neem je een andere stoel. Ik zeg niet dat je nu een meisje moet zien als een stoel. Maar het kan lijken alsof je verliefd bent op een meisje door haar gewoon te zien. Maar dat is niet zo. Dan ben je gewoon zo effen. En die roes. Ik weet ook niet wat ik allemaal zeg. Ik gebruik allemaal rare woorden die ik zelf niet versta. Dat je niet verliefd kan worden op een meisje door alleen naar haar te kijken. Je kan geen relatie hebben met iemand waar je niet mee gesproken hebt. En daar komt het innerlijk dan zo belangrijk voor. Uiterlijk is ook belangrijk, maar het innerlijk maakt het helemaal af. Zegt zij nog iets nuttigs in deze video of is dit bleh? Maar de allerbeste manier om erachter te komen of ze je leuk vindt, is om een move te maken. Inderdaad, chloroform in het doek. Typische van deze video's is, kijk, je kan niet leren uit de fucking video hoe je een meisje versiert. Ik maak deze video ook niet om jullie uit te leggen hoe het kan. Ik maak jullie gewoon attent erop. Wauw, deze moeilijke woorden weer. Ik maak jullie er gewoon op attent dat, zoals deze chickie ook zegt, elk meisje is volledig anders. Ook elke relatie die je gaat hebben in je leven, gaat volledig anders zijn. Je gaat altijd gewoon een volledig andere connectie hebben met iemand. Het is alsof je twee kleuren mengt met elkaar. Jij bent misschien wel altijd dezelfde kleur, maar meisjes is altijd iets anders. Dus je gaat altijd op iets anders uitkomen. Ook al is er maar een klein verschil, volledig anders. Wil jij nu die goede chickie? Ja, dan ga je moeten wachten tot je echt die goede chickie vindt. Je weet dat je een goede relatie hebt als je na een jaar nog altijd denkt van... Wow! Ja, is the most beautiful girl I have ever seen in my life. Ik heb geen app waarop staat hoeveel dagen ik samen ben. Ik weet het ook niet precies, maar... een jaar en een beetje. Oei. Het grootste probleem is dat jongens veel sneller verliefd worden dan meisjes. Als je nog in de praatfase bent, als je soms eens afspreekt, maar... ik bedoel, drop niet gelijk van ik ben echt fucking verliefd op jou. Kan je ook doen, misschien werken bij sommige meisjes, maar... ik denk dat dat iets is wat je beter niet doet. Dat kan je dan afschrikken. Dat je denkt van, hey, ik wil je gewoon neuken. Ook dat niet achterwege gaat. Doe niet alsof je niet geïnteresseerd bent. Want stel je toe alsof je niet geïnteresseerd bent. Dan denkt zij misschien dat je echt niet geïnteresseerd bent. Dan is het klaar. Dan is ze mij een andere jongen aan het sturen. Omdat ze denkt van, ah, deze jongen wil mij niet, man. Gewoon lief zijn. Leuk zijn. Chill zijn. Praat maar alsof het de achterzus is. En als het geen achterzus is, dan skip je haar gewoon. Dan zeggen wij, fuck it. Get out of my house right now. Dit was de achterbroer video. Mijn achter tips. Bedankt aan dit wijf.
voor de tips. Ze waren echt fucking onnuttig. Ik weet niet waarom je video bijna 1 miljoen views heeft, maar... Maak een erg seksueel compliment. You have nice tits. I like your tits. Je hebt de goede red. Daar wil ik wel... Nee. Werkt niet. Voor de rest, nog een goede middag. Ik ga naar de badkamer. Om iets te doen. Ik weet nog niet wat, maar ik zie het wel. Hello. Waarschijnlijk zijn shield potions aan het drinken. Nee, het heeft allemaal geen nut meer. Het is al te laat. Dat weet je zelf ook, vriend.